Als ik even terugkijk in de tijd en kijk naar zure regen, het gat in de ozonlaag, de broeikasgasuitstoot, de stikstofproblematiek, maar ook als het gaat om mijnbouwactiviteiten in en om kwetsbare natuurgebieden, dan zit daar een rode lijn in. Wij kunnen heel moeilijk als mensheid stoppen met dingen die schadelijk zijn, waarvan we eigenlijk al weten dat ze schadelijk zijn, maar in de tijd heel veel moeite hebben om wetenschappelijk aan te tonen wat de exacte oorzaak is van die schade. En ondertussen gaan we er gewoon mee door. En ik zie dat nu ook gebeuren in en om de Wadden. Ik noemde ook al recent het rapport van de IPCC. Het water stijgt gewoon harder en steeds harder. En het is een kwetsbaar natuurgebied. We zijn nog steeds daar gas aan het winnen. En we willen om het gebied ook nog weer nieuwe winning gaan starten. Dat is niet verantwoord. En straks, een paar jaar later, weten we ook wetenschappelijk dat daar een causale relatie in zit. Ik hoop dat de minister bereid is om eens een keer vooruit te kijken daarop. En ook bereid is op dit punt, want hij heeft het op andere punten gedaan, het regeerakkoord open te breken en een einde te maken aan de gaswinning in en om de Waddenzee.